De geniale maestro Valeri Gergiev is weer even in Rotterdam voor het jaarlijks festival. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest staat in de startblokken en is in topvorm. Ik ga heel even achter de schermen kijken of de spanning al een beetje oploopt. Je mag hier wel werken met de crème de la crème, dat is echt... Ja, zeker. En zeker dit jaar hebben we een echt hele mooie groep artiesten die komen, dus dat is wel erg leuk. Ja. Ja. Want hoe is het nou met zo'n man te werken? Heeft hij eisen? Is het een mannetje? Nou, dat valt wel mee, ja. Nee, hij heeft eigenlijk niet zoveel eisen, maar wel dat hij bijvoorbeeld... dat je altijd rekening mee moet houden wanneer hij er klaar voor is, zeg maar. Dat bepaalt hij natuurlijk toch. Als dat nog niet is, om 7:45, ja. Dan laat hij gewoon 1000 mensen wachten. En geen kleding heeft of iets dergelijks. Ja? Dat doet, ja. It was important call. En ben jij dan in paniek ook? Want jij bent dan degene die het moet... Nou, dat kan wel heel spannend worden dan soms. Het koninklijk bezoek. In Vrijstad nog iets speciaals? Ja, best wel, ja. Van tevoren de organisatie van het Koninklijk Huis echt langs om te kijken naar beveiliging. Waar de koningin heen loopt, waar ze staat, wie ze moet begroeten, wie ze moet zien, wie ze de hand moet schudden. En ja, daar is best een hele organisatie omheen natuurlijk. Het is een feest om de repetitie van 100 muzici en een bevlogen dirigent mee te mogen maken. Nu stond chef Yannick op de bok. Ja, het heet een bok. Ze gaan naar Londen, naar de Royal Albert Hall, om een bejubeld concert te geven. In het festival heel veel aandacht voor een prachtinstrument, de contrabas. En waar moet je wezen als je wat wil weten over de contrabas? Bij bassist Peter Leerdam. Ik gaf hem net een hand, toen zei ik van, vind je niet erg om een hand te krijgen? Ja. Welke hand is je de... Nou, links is natuurlijk de hand die de toets beroert. En dus die de snaar indrukt en dus snelle noten moet spelen. En rechts is... De strijkstok en uiteraard pizzicato, dus je moet... Maar hier zou ik bij wijze van spreken... Nou, ik laat het afkloppen, maar hier zou ik wel één vinger van kunnen missen of zo. Maar van, dus als mensen hem zien, dan mag ik zeggen, Peter, hoe is het jongen? Dan hoeft dat echt niet, dat hoeft niet nee, zo. Nee hoor, jij mag wel. Peter. Nee, dat is geen enkel probleem. Nou, hier ben je meteen in het rijk der contrabassen. Wow. Ja. En veel ook. Ja. Even kijken, we zijn met 8, maar ik zie er, als ik goed tel, 7. Nee, 8. Dat is nummer 8, ja. Ja. Wow. Ja. Nou, dit is mijn instrument van het orkest. Hè. Wat kost dat? Ik denk dat je een kleine ton mee moet brengen. Ik durf bijna niet te vragen. Nee. Nee. Nee, maar waar kijk jij naar uit? Naar dit festival, als we het daarover gaan hebben. Ik kijk heel erg uit naar de komst van Erickson Ruiz. Dat is een Venezolaanse contrabassist die in de Berliner Philharmonica speelt. Hij is nog heel jong, is 25 of 26. Hij is hier verleden jaar ook geweest. En toen heeft hij een zo ongelooflijk mooie recital gespeeld. En hij heeft toen ook, en dat gaat hij dit jaar ook weer doen, een masterclass gegeven op het conservatorium, waar ik dus lesgeef, hiernaast. En dat was heel bijzonder. Je kan het wel op tv zien, of je kan een hele mooie set hebben met boxen, dat je denkt, mooi. Ja. Maar het voelen, een trombone of een contrabas, voelen, trillen. Gelukkig maar. Dus de rauwe kantjes ook. En ook, weet ik wat, maar de belevenis van hier zitten met z'n allen en dat voelen, wat hier gebeurt. Ja, ja. Dat moment, wat ook weer weg is, want dat is ook weer mooi. Het is een herinnering voor je het weet. Ja. En daar we moeten op zoek naar de Van Wassenaar kleedkamer. De Van Wassenaar? Ja, dat is deze. Het stuk heet Dies Irae. En dat is voor 8 contrabassen, een
wood cube, houten box. Kist of, ja. of wat het is, weet ik niet. Is dat zo'n drum ding dan? Nou, ik, het is een grote kist waar met een hamer opgeslagen wordt, in ieder geval. Dus het moet een heel stevige kist zijn. En een piano. En het is een... een heel indrukwekkend stuk. Kijk, hier staat hier, het lijkt een beetje op die... Achtergrondgewassen, houten kistje en een vleugel. En een vleugel. Ja. En deze opstelling ook. Ja, en de dynamiek is bijna altijd fortissimo. Kijk, drie effen. Zonder dat je meteen, dat ik je vraag, gooi hem er eens in. Wat is de twee effen? Twee effen. En wat is dan drie effen? Wacht even, dan span ik mijn stok een beetje op. Ja, ja. Maar ik weet niet of ik het wel kijk. Nee, dan moet je eigenlijk voor opwarmen. En... Zie, en dan ga je al bijna in de bijgeluiden komen. En ja, bijna over de top heen. En die wil ik eigenlijk niet laten horen. Nee, dat snap ik. Maar het gaat om het gevoel. Ja. Ja. Van. Fortissimo, of drie effen. Dan zeg maar, dan ga je fysiek gewoon tot het gaatje, tot het uiterste. En dus als er een keer vijf even staat, ben jij kapot. Ja. Zeg, ik geef je heel zacht een hand. Ja. Joop. Want hoe laat gaan ze repeteren? Oh. You know what Woody Allen said about Wagner? Every time I hear Wagner, I want to invade Poland. Als er een volle zaal zit, maak je dat nou anders? Absoluut. Ja, ja, dan heb je veel meer de spanning van de zaal, van de mensen die luisteren. Het intieme. Ben je dan ook geconcentreerd? Dan ben je geconcentreerder. Ja, je hoort nu ook veel geluid om je heen en dan is het echt stil. En die kernkerf, is dat een van de levende legenden? Is dat werken met Johan Cruijff? Of, ik denk er nog wel meer, ja. Ja. Nou, ik heb nooit met Johan Cruijff gewerkt. Ja, ik voetbal natuurlijk, nee, dat hoor je natuurlijk wel. Wat is het geheim? Is dat uit te leggen? Of, wat is die ik begrijp het nog steeds niet. Ik begrijp nog steeds niet hoe hij voor elkaar krijgt, wat hij voor elkaar krijgt. Wat krijgt hij voor elkaar dan? Een concert, ja, zo bevlogen dat je eigenlijk niet weet achteraf wat je allemaal gedaan hebt. Dat je dingen kunt die je thuis niet kunt als je het oefent. Ja. Hoe oud was je toen je begon? Acht. Acht jaar? Ja. En altijd, ik kan me niet herinneren dat ik iets anders wou. Dwang heb je wel eens gehad van... Nee. Het feit dat ik... van jongs af aan in orkestjes heb gespeeld. Dat heeft me er wel, denk ik, toe gebracht dat ik ermee door ben gegaan. En dat ik nu ook in een orkest speel. So. Toch het optreden. En het samenspelen. Dat vind ik erg leuk. En een festival bestaat dankzij de muzici, maar natuurlijk ook dankzij het publiek. En hier zijn dan de hondstrouwe bezoekers Marianne Bakelaar en Matthijs Waardenburg. Het liefst nemen ze de slaapzak mee, want ze willen alles zien, alles horen. En ja, dat kan niet. Klopt, ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Vroeger gingen we heel vaak naar popconcerten, naar de Kuip en naar kleine zaaltjes. En op een gegeven moment is dat overgeswitcht naar klassiek. En toen ontdekten we dus dat alles behalve stoffig was. En dat dus precies dezelfde emotie gaf en precies hetzelfde spektakel. Maar hoe heet je kat? Kom er maar vooruit nou. Ja, de ene heet Boris Godunov en de andere heet Shostakovich. Dat is toch niet normaal? Nee. Ja, waarom niet? Muziek, wat doet dat dan? Of wat is dat therapie? Nou, laat ik het zo zeggen. Caregiver heeft bij ons voor elkaar gekregen, in ieder geval bij mij, dat er een grote poort open is gegaan. Soms zit je daar echt in je stoel en dan ben je compleet verpletterd. En dat is heerlijk, daar ga je ook voor. Daar gaan wij dus ook voor. Hoe bereid je eigenlijk naar voor op zo'n avond? Nou, eigenlijk niet. Nou, de voorpret. Dit komt op een gegeven moment bij jou de bus in. En dan, dan ben je hartstikke nieuwsgierig wat er komen gaat. Want dat houden ze tot vrij lang geheim. Ja. Er worden een aantal dingetjes worden wel verklapt, maar de grote lijn niet. Nou, dit jaar moet ik zeggen dat het een bijzonder spannend programma is. Shostakovich, Mahler 2, Mahler
acht... Die opera. De opera. Ga je ook naar die acht contrabassen met het hakblok en die piano? Ik weet even niet precies wanneer die komt. Maakt maar niet uit, daar kijk ik naar uit. Behalve de symfonische concerten kent het festival een ongelooflijk rijk programma aan kamermuziek, dans, films en happenings. Het Doelenkwartet dat Steve Reich speelt op een metrostation en de toegangskaart is uw OV-chip. Een nachtconcert met onder meer het Rubenskwartet en Ramzi Nasser. Een fantastisch Kerkjef Junior programma voor de kinderen. Dus snel kaartjes boeken op kerkjeffestival.nl. Maar goed, meestal is het zo dat het tot een uur of twee voor ons duurt. Nou ja, dan worden we meestal naar buiten gedouwd van jongens, sluitingstijd. Op donderen nou. Precies. Deur, ja. En dan ja, de volgende dag dan tegen de middag dan ja, zijn liggen jullie weer voor de deur. Ja hoor. Ja, zijn jullie uitgaanders? Niet zozeer. Nee, we gaan niet naar het toneel. We gaan niet naar... Ballet soms. Ballet. Ja, ballet. Nou ja, musea dan. Ja. En... Beeldend kunstenaar komt er wel in Boymans en zo. Jawel. Dat is ook uitgaan. En soms gaan we ook... Het Kerkjef Festival, dat is een absolute must. Iets waar uw stoel ook vooruit zou moeten komen. Dat is een heel leuk festival van het OT. Zo speelt Romana Vrede terug naar Rotterdam. Danser Ton Lutgerink en actrice Marlies Heuer komen nader in de voorstelling nader. Zondag 29 augustus, Luister Vinken aan de Plas. Hartstikke leuk. Komen kijken, het begint om 11:15. Neem je kinderen mee, neem een picknickmand mee. Want het begint met een heel leuk kinderprogramma. Later komt de Koninklijke Marinierskapel. Maar die komt niet alleen, nee, hij is erbij. Jawel, Erik Vloeimans, onze bekende trompetist. Komen, hartstikke leuk. Hopen dat het lekker weer is. Nou, filmliefhebbers, nog heel even de adem inhouden. De Nieuwe Lantaarnvenster gaat pas in oktober open. Dus ik hier toevallig staan. Laatste voorstelling in het Pleinbioscoop. Vanavond Iron Man 2 en zondag een sneak preview. Nou, gaan we daar toch heen. En tenslotte eigenlijk een zomeruitje. In de voormalige werf van de RDM... heeft kunstenaar Joep van Lieshout een geweldige tentoonstelling. Heel indrukwekkend, kil, keihard, humorvol. En u mag met het bootje daar naartoe en dat is hartstikke leuk. Overal hebben wij hier gefilmd in het decor van Tocht, van het Roo. Maar ja, vanavond de laatste voorstelling is al uitverkocht, dus heeft geen zin meer. Ladies and gentlemen, presenting the most amazing, the beautiful... Ik las een paar van die persdingen en dan is het Ellen ten Damme, de Nederlandse Madonna, Bette Midler, noem maar op. Ja, het klinkt goed. Het is echt, je bent met de grote madame geworden. Nou, het is wel leuk. Ik heb voor mezelf met mijn eigen band ook wel eens van circusachtige shows geprobeerd te maken. Met van die boerderijdieren op de parade bijvoorbeeld, met een big en een koe. En ook met een acrobaat en een jongleur, maar dat was dan heel klein. En nu is het, ik ben heel blij dat, dankjewel Sebastian, dat Henk van der Meijden op het idee kwam om mij voor zo'n grote show te vragen met echt internationale circusartiesten die echt prijzen winnen in Monaco en zo. En die hele entourage is zoveel chiquer, met enorm veel kostuums. Ik heb me 15 keer verkleden. Ja. Ja, eigenlijk kan je gewoon gekke dingen verzinnen en dan kan het ook nog. Ja.
Ja, Ellen ten Damme was nog even pittig aan het repeteren voor Cirque Stiletto. De show die tot en met 12 september in het Nieuwe Luxor het culturele seizoen opent. Welcome to the greatest show. Het is eigenlijk het mengsel van een popconcert met Cirque du Soleil en traditioneel circus. En ja, een soort Madonna-show, maar dan extra dingen. En wat voor soort nummers zitten er allemaal in? Zit er een clown in bijvoorbeeld? Er zit een clown in en die heeft ook een hele leuke act met een olifantje. Maar meer kan ik daar niet over zeggen, maar het is zo super schattig. Dus het is voor alle leeftijden? Maar wie, wat voor soort mensen moeten komen? Alleen leuke mensen. Nee, iedereen. Ik heb vroeger ook het circus gezeten. Had ik onder andere een nummer met een hondje. Met mijn vrouw. Oh. Maar daar heb ik één nummer heb ik misschien wel 3000 keer gedaan. Ja. En dat kun je daar 's ochtends om 9 uur voor 400 schreeuwende kleuters. Ja. En dat kun je 's nachts om 3:30 voor 300 dronken Hells Angels. Ja, je weet precies hoe je het aan moet pakken dan. Ja, ik vind dat heel fijn. Het gevoel van... Als een band goed speelt en je weet precies wat je aan het doen bent, alles is onder controle, dan kan je echt, en het gaat lekker en er zijn geen technische problemen. Dan voel je je vrijer. Dan voel je je vrij en dan kan je binnen dat kader weer een stap verder gaan. Ja. Ik vind het leuk, de leukste dingen dat ik zelf mee mag doen met Circus Act. Dus dat ik de lucht inga aan zo'n strep en dan een spagaat liggen in de nok van een gebouw. En dat ik met 3 Colombianen zijn met Wilco en Act. Zing ik een liedje dat heet The Laziest Girl in Town van Marlene Dietrich. En dan lijkt het alsof ik niks doe. Ik lig op de grond, ze tillen mij op en dan val ik ook in een spagaat en dan doe ik omhoog. En ik laat me vallen achterover. Ik vind het heel leuk, ook dat je gewoon moet vertrouwen van ik laat mij blind zo vallen achterover. Ja. En zij moeten daar gewoon staan, weet je, om mij op te vangen. Ik vind het heel spannend en leuk als dat soort dingen goed gaan. Woeps! Is dat oké? Ja, is goed. Oh nee, ik vergeet ik steeds. Ik heb nog iets tussen mijn benen. Yes. Oké, de rest is goed. So, now we turn the music. Yes? Throw me in the bushes. Because now there's the stage and this is the stage. The bacon. And if I am alone and forsaken, it's simply because I'm the laziest girl in town. En natuurlijk de Bette Midler jurken en gedoe. Ja. Dat hangt ook nog wat daar. Maar fijn, ik heb ook een soort dompteurscape. Ik moet wat mannen temmen in deze show. En dit is een beetje Lady Gaga-achtig ding. Ja. Er komt een hele grote, ik weet niet waar die ligt, maar een jurk van 10 meter. 10 bij 10 is een soort circus tent eigenlijk. Doorzichtig dat dan weer wel. Dat was de deal met Henk van der Maarden. Nou, leuk man. Echt hartstikke bedankt voor het interview. Heel veel plezier. Kom je kijken. En ik zie het zelf spelen. Oh,